Abel, in 2021 heb jij het jeugdbloempje gekregen. Wat heeft dat nou voor jou betekend? Het heeft ontzettend veel voor mij betekend. Het was een eer. Ik kon zelf daarmee groeien, maar ik heb de anderen ook groeien. Om hun vrijheid te beleven, om hun mening te kunnen uiten. Daarmee heb ik ook veel dingen kunnen bereiken. Ik heb als vertegenwoordiger van de Harderwijkse jongeren de koning mogen spreken over de 4V's. En om de jongeren te helpen om het mee te bouwen aan onze Harderwijkse samenleving. Ook als Hanzastad. En wat betekenen die 4V's? Vrijheid, verbondenheid, verscheidenheid en verdraagzaamheid. Ken je nou iemand die net als Abel verschil heeft gemaakt het afgelopen jaar in Harderwijk of Hieren? Die zich als vrijwilliger heeft ingezet voor de samenleving, voor de anderen om zich heen? Meld die dan aan op www.harderwijk.nl/jeugdlinkje.